Voor de corner. Veel beweging voor het doel. En een eigen doelpunt. Een eigen doelpunt van Hendriksen. Feyenoord op voorsprong. Ongelukkig krijgt hij hem op zijn schoen. Marcus Hendriksen. Goed verlengd door Michiel Kramer. En Rochette is geklopt. Hier kan de keeper van AZ nooit meer bijkomen. En natuurlijk is Kuyt daar dreigend in de buurt van Hendriksen. Had die hem misschien ook wel kunnen maken. Maar hij gaat erin via de aanvoerder van AZ. Eerste mogelijkheid misschien meteen voor AZ. Wat heet. Hij zit erin. Na een hele goede actie van Haps. Binnengeschoten bij de tweede paal door Hendriksen. Die nu dus in het goede doel scoort. En dan staat het na 20 seconden in de tweede helft 1-1. Feyenoord totaal nog niet bij de les. En AZ verrast met een hele snelle goal. Voortreffelijke actie van Haps. De inschattingsfout van Toornstra. En dan krijgt hij bal. Een wat lastige boog omhoog. Via Vermeer en wordt hij binnengelopen door Hendriksen. Het staat gelijk. Toornstra. Toornstra. Kans Kramer. Kramer. Goal. 2-1 voor Feyenoord. Je ziet hem amper in deze tweede helft. Michiel Kramer. Maar nu scoort hij en dat wil hij weten ook. De Kuip schudt op zijn grondvesten. Kramer scoorde nog niet in dit bekertoernooi. Toornstra blijft rustig, bewaart het overzicht, geen buitenspel. En via Rochette gaat die bal tegen de touwen. Zijn eerste kans vanavond, maar hij maakt hem wel, Kramer. Ook dat is natuurlijk wel een kwaliteit. En Dirk Kuyt gaat achter de bal staan om Feyenoord op 3-1 te schieten. En dan kan het niet meer mis, dan gaat Feyenoord naar de finale. Kuyt, het is 3-1. Wat een feest bij de familie en hier bij de bank, bij de coach. Want dit kan niet meer mis. Feyenoord gaat naar de finale van het bekertoernooi. Op 24 april tegen FC Utrecht. Keer in de competitie. Drie keer in de beker. En dit is zijn vierde in het bekertoernooi. En de derde vanavond voor